Dames en heren crypto traders, mijn naam is Jan Robert Schutte van Crypto Academy en ik ben hier wederom te gast bij forexinfo.nl en ik zal inhakende op het verhaal van vorige week waarbij ik aangaf dat Bitcoin consolideren was met positieve ondertoon en dat zoals we ook eerder hebben aangegeven een rit richting de $3800 ook in het verschiet zagen. En hoger. Nou, we hebben een hogere koersen gezien in de cryptomarkten. En dat is goed om te weten. Positief sentiment in ieder geval goed. Als je gaat kijken naar de cryptovelden, zie je dus dat de Bitcoin rond de $3900 noteert. Dit is een oude koers van een kwartier geleden. 3971, we noteren nu iets rond de 3900. Dat heeft de $4000 aangetikt. Ethereum, nummer 2. En Ripple. Nummer 3, die staan met afstand op nummer 1, 2 en 3 boven de rest verheven. Want de rest die hebben een market cap van minder dan 3,5 miljard. Dus eigenlijk moet je naar de top 3, naar de top 5 kijken voor echt serieuze werk. En de rest is een beetje gokwerk. Maar desniettemin over positief nieuws te spreken. Gisteren kwam in het nieuws dat Coinbase blockchain tracking startup Neutrino heeft aangereikt, opgekocht eigenlijk, acquired. En dat is op zich positief nieuws. Want Coinbase, het heel saillant detail is dat Coinbase werd ook een aantal weken geleden beticht van geldstromen die via Coinbase Exchange werd getrackt. En die geldstromen die waren bedoeld voor Hamas. En dat ook als een Palestijnse Hamas, wat ook door Amerika wordt gezien als een terroristische beweging. Dus dat is een interessant feit. Coinbase heeft trouwens geen prijs genoemd voor hoeveel dat zij Neutrino gaan overnemen. En nog geen dag later zien wij ook dat Galaxy Digital dat die 15 miljoen fundraising heeft gebackt voor crypto analytics firm Cybertrace. En Cybertrace die heeft dus meer dan $5 miljoen dollar opgehaald. En waarbij dus Mike Novogratz, dat is een oprichter van Galaxy Digital, een investeringsfonds. En dat was die ronde werd door Aspect Ventures en Neotribe Ventures, Westwave Capital werden geleid. En dat is op zich wel een interessant gegeven dat er wordt nu heel veel nadruk gelegd over anti-money laundering. En dat heb ik ook al eerder aangegeven dat dit soort bewegingen, dit soort ontwikkelingen wel positief zijn, want hiermee wordt de blockchain eigenlijk meer de ge-anonimiseerd. En dat is natuurlijk ook een doorn in de oog van toezichthouders, dat ze zeggen dat het veelal niet gedigitaliseerd is, althans niet ge-anonimiseerd of niet gede-anonimiseerd, dus dat het veel te anoniem is. En onlangs hebben we ook aangegeven dat het geld witwas en dat soort dingen, dat valt best wel mee, want alles is retraceable via de blockchain en alles wordt via cash meestal gedaan. En dus dat is ook een interessant gegeven dat data en crypto analytische bedrijven, die sector, dat wordt ook gewoon gezien als een groeimarkt. En ook vandaag werd aangegeven dat Solidus Labs, dat is een crypto surveillance startup led by former Goldman Sachs fintech engineers, dat die meer dan 3 miljoen hebben opgehaald, of 3 miljoen hebben opgehaald. En dat Chain Analysis, ook een cryptocurrency sleuthing startup, 30 miljoen wil ophalen via een Series B ronde. Dat is ook eerder dat is eerder deze maand aangegeven. En Chain Analysis, Michael Cronje, die heeft aangegeven dat er meer honger is
door investeerders om dit soort start-ups te investeren. En dus daarmee wordt ook wel de importantie aangegeven van ja, dat de crypto's ja, beter worden getrackt ook door big data firms. En ja, de stap van Galaxy Digital, ja, dat is ook een hele belangrijke. Want Mike Novogratz is niet de eerste, de beste. Nou, als we dan gaan kijken naar de koersontwikkeling van de Bitcoin, hebben we aangegeven op Coinbase zien we een koers van 39,16, waarbij we een high hebben aangetikt van bijna $4000. 39,70 was de high van vandaag en gisteren, waarbij we wel een groene candle zien boven de Kumo, boven de cloud. En de Ichimoku Cloud Indicator, die is hier in het rood aangegeven aan de rechterkant, zien we tussen de $3700 en $3800 als een steun- en supportzone. Dan gaan we kijken naar de andere ontwikkelingen. Dan zien we dus dat nu een consolidatie heeft plaatsgevonden tussen 3840 en de 3980, 140 punten range. En dan zien we ook dat de voortschrijdende gemiddelde, de Tankensen, die blauwe lijn die de koers op de voet volgt, die noteert rond de rode lijn, de Kenjinsen. En dat is de langlopende of de langzaamlopende voortschrijdende gemiddelde. En allebei noteren ze boven de cloud, boven de Kumo. Dus dat is op zich een positief teken. Nou, ik blijf voorzichtig of nog steeds positief gestemd. Waarbij de $4000 nog als een, ja, als een magneet kan fungeren. Maar nu lijkt wat pas op de plaats te gaan plaatsvinden rond de $3900. En boven de $3800 ben ik nog steeds bieden, oftewel positief ingesteld. Onder $3800 moet je wegwezen, want dan kun je een rit maken richting de $3600. Nou, tot dusver deze korte marktupdate. Ik wens je heel veel succes en tot de volgende keer. En ook namens forexinfo.nl heel veel succes. Hasta.